Welkom bij een nieuwe gameplay video hier bij Gamersnet.nl. En naast me is het mijn grote eer om jullie te verwelkomen. Tom Kouwenberg. Hi, Peter Bouwman. En jij bent aan de slag gegaan met de downloadable content van Prey, genaamd Moon Crash. En in Moon Crash hebben ze gemaakt de maan. In een simulatie. Ja, maar dat is Prey. Ja, oké, dat is wow, spoiler alert. Oh, okay. Nee, laten we niks zeggen over het originele Prey. Want het staat sowieso ook los van het originele Prey qua narratief. Dit is niet verder met Morgan Yu. Dit is eigenlijk een soort van los epos. En dat merk je natuurlijk ook omdat de locatie anders is. Je zit niet meer op Talos One, maar je zit lekker op de maan, dus duidelijk, maar dan in een simulatie. En daar spelen ze ook een beetje mee. Het feit dat je in een simulatie zit, wil eigenlijk zeggen dat je moet die simulatie zien te ontsnappen. Maar tegelijkertijd, als je doodgaat, word je weer helemaal gereset en moet je weer van vooraf aan beginnen. En in die zin is pre-Moon Crash dus eigenlijk een soort van standalone roguelike ervaring. Roguelike snapt niemand, maar het is jij standalone te snappen of te spelen. Ja, het is niet. Het zit wel. Je moet wel de originele game hebben. Het is wel DLC dus voor de originele game, maar het staat los van het verhaal. Je start het op Steam ook los op. En je moet gewoon elke keer moet je het opnieuw proberen en dan steeds kom je iets verder in het spel. Ja, steeds kom je iets verder op de maan of in ieder geval proberen steeds verder van de maan af te komen. En dit is dus nog ook een stukje dat we boven de maan zweven, maar we gaan dus zo een simulatie induiken waar je dus uit moet gaan ontsnappen. Dat is een beetje je trial. En als mensen niet weten wat roguelike is, rogue is een heel oud spelletje waarbij het eigenlijk neerkwam op alles was super lastig. Je moest alles zelf leren en als je dood ging, kwam je weer helemaal bij begin af aan. Dus een roguelike is een game die misschien niet in die stijl helemaal hetzelfde is, maar dus wel het principe van je kunt sterven en dan moet je weer van vooraf aan beginnen. Ja, en dan heb je meer kennis en kun je verder komen. Ja, en daarin matsen je natuurlijk ook een klein beetje. Door bepaalde dingen wel mee te kunnen nemen over je verschillende playthroughs heen. Dus in die zin is het een roguelike, zoals bijvoorbeeld ook The Binding of Isaac. Dat is telkens, je gaat wel telkens dood en dan begin je weer helemaal overnieuw, maar er zijn bepaalde punten die je kunt verzamelen of bepaalde verschillende karakters om mee te spelen en die gaan zeg maar wel mee of daarin kun je groeien. En we duiken nu de simulatie dus as we speak in. Ja, Prey staat bekend om een soort van, ja, het is een rare game met psychedelische-achtige, weirde dingen die in het echt. Het is een hele rare game, een hele rare wereld waar je in komt. Ja. Wat is daarvan te zien in deze uitbreiding? Is dat nog steeds zo? Zeg maar de wereld niet? Dat bedoel ik eigenlijk in Prey. Prey is het basisverhaal van Prey is wel heel erg los hiervan. Het is ook een beetje een isolated incident. Letterlijk, omdat je natuurlijk je speelt op een ruimteschip waarin iets grondig mis is gegaan en jij moet proberen van het ruimteschip af te komen. En dat is dit dus in zekere zin niet, omdat je een soort van wat meer speelse simulatie induikt. Maar wat er wel blijft staan zijn de abilities en de vijanden zijn hetzelfde. Het hele RPG-element waarin je probeert van jezelf een zo dodelijk mogelijke alien-strijder te maken. Dat zit er nog zeg maar wel in. En natuurlijk het feit dat de stijl een beetje hetzelfde is. Een soort van, volgens mij noemen ze het neo-deco, als een neo-art-deco. Ja, mooi. Het ziet er ook echt best wel vet uit qua stijl, vind ik. Ja, het doet mij een beetje. Sowieso, ik heb het al honderden keren gezegd, ook met de review van Prey, maar het is voor mij Bioshock in space. Ja. Een klein beetje in stijl, maar ook heel erg in hoe het speelt. En dat je jezelf probeert up te graden met allerlei abilities en technische dingen en dergelijke. Zij het dan allemaal wel iets meer jumpscary? Want natuurlijk, ook hier in Moon Crash keren de mimics terug. Ik weet niet of je de mimics nog kent. Ja, dat zijn echte voorwerpen die geen echte voorwerpen blijken te zijn. Nee, dat schijnen van die nare mimics te zijn. En ze zijn godschuwelijk irritant, maar ik was ergens toch wel weer blij om ze weer terug te zien in Moon Crash. Ik dacht, hey jongens, ik heb jullie een jaar gemist. Ja, dan pak je een mok en dan transformeert hij in één keer in een beest. Ja, ja inderdaad. Of je ziet al iets bewegen en verdwijnen en veranderen in iets anders. En dan denk je, oh god, in deze kamer zit er een, maar wat is het in godsnaam? Ja. En ik ga hier gewoon al bijna dood. Een paar van die mimics nemen me te grazen. Ik kom echt net de simulatie in en ik heb, 31 health. Ja, maar is het ook omdat het een. Is het de niveau van deze DLC gewoon moeilijker dan de basisgame? Ik denk wel dat je het zo moet zien. Kijk, ik kwam er nu gelukkig wel doorheen. Dat ik een jaar lang geen Prey had gespeeld. En ook dat ik van Xbox One ben overgeschakeld naar PC. Maar ik heb wel het idee dat dit heel erg bedoeld is voor de mensen die de adrenaline van Prey meer willen ervaren. Dus degene die al bekend zijn met het basisspel, maar er gewoon sneller in en uit willen duiken. En wat dat betreft lijkt Moon Crash daar wel heel erg in te voorzien. Want het is iets wat je wat meer hapsnap op kan pakken. En als je dood bent, ja, dan begin je weer overnieuw. Maar goed, de ervaring is dan natuurlijk ook niet zo groot narratief. Het is wat meer gewoon
kom erin en ga kijken hoe ver je gaat komen. En zo zie je ook dat, dat je bepaalde punten kan verdienen. En dat je zelfs een soort van bijna leaderboard-achtig ding hebt. Van, oh, deze run heb je zo en zoveel punten verdiend. Netjes gedaan. Dat is wel echt leuk. Dat maakt het ook bevredigend om elke keer hetzelfde te spelen. Want dat is wel natuurlijk wat sommige mensen gaat afschrikken. Je hebt ook bijvoorbeeld... dit is dan een voorbeeld uit mijn jeugd. Opa vertelt. Je had het natuurlijk ook met Majora's Mask heel erg. Ja. Dat je elke keer opnieuw die dagen door moest. En er waren mensen die waren er helemaal gek van. En er waren mensen die dachten, ja, maar daardoor speel ik wel elke keer in dezelfde omgeving. Dat krijg je nu natuurlijk ook. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Weet je, ik vind het namelijk... Er is wat voor te zeggen, maar ik vind het ook mooi om in elke kamer weer iets nieuws te zien. Wat je bij het originele Prayer had. En dan dat je niet die herhaling hebt. Ik denk dat er wel een heleboel elementen heel erg herhalend zullen zijn. Maar tegelijkertijd is het volgens mij ook wel weer zo, maar don't hold me accountable for that, dat bepaalde dingen een beetje randomly generated zijn. De maan is niet altijd 100% hetzelfde. Maar dat zou ik niet 100% zeker weten of dat, precies zo is. Is de echte maan wel altijd 100% hetzelfde? We kunnen het niet weten. Nee. Oh god, die beesten zijn zo irritant. Ja, maar hier stonden ze dan ook echt een soort van gemarkeerd, ja, omdat dit een soort van losse challenge was waar je dus weer wat puntjes voor kan krijgen. Dus dat ga je dus ook zien in deze playthroughs, dat telkens als je de maan opgaat, zijn er bepaalde challenges waarmee je weer wat punten kan verdienen. Dat is wel leuk. Het mooie is ook dat ik alsnog die steen even oppak om te kijken of het wel niet een mimic is. Dat doet dit spel zo goed met je, dat je op een gegeven moment gewoon geen enkel... Je vertrouwt geen enkele medkit meer. Als je een medkit zomaar ergens ziet liggen, heb je altijd zoiets van, oh, het is gewoon een fucking mimic, weet je wel. Ja, en ik schrok me hier de pleuris, want ik drukte een knop in en er klonk ineens iets hards en maar verder gebeurde er niks. Dat spel dat kut altijd zo met me. Ja, dat is waar, maar dat is ook de kracht van Prey. Dat is ook waarom dit tof is. Ja. Als je tof vindt dat met jou gebeurt. Dat is het. Wat jij ook zegt, het is een beetje psychedelisch en dat vind ik juist tof. Als spellen een beetje beginnen te fucken met je psyche, dan zij het dan je virtuele psyche of dat het zo ver gaat dat je zelfs in het echt een beetje gaat denken van wacht, wat hoorde ik dat nou wel? dat je een mok niet meer durft op te pakken. Je denkt dat. Ja, goed, dan doet een game veel met je, hoor. Ja, nou ja, goed, dan zou ik zeggen, dat is een goede game. Maar of je bent paranoïde, een van de twee. Maar het leuke is dus wel ook dat hierin weer... het is een hele goede manier om weer terug Prey in te duiken. Want alle dingen die je weer oppakt, denk je... Oh ja, dat ken ik uit het origineel. Dat kan ik hier en hiervoor gaan gebruiken. En ik denk ook wel, maar dat zou ik nu dus moeilijk kunnen zeggen... Maar ik denk ook wel dat je in Moon Crash wat meer... soort van puzzeltjes voorgeschoteld gaat krijgen. Dat je wat vaker zult zien van, oh, wacht, oké, hier zitten wat Typhons, dan kan ik die misschien lokken met dit ding, en dan laat ik ze schieten door dat ding, en als ik dan mijn ability gebruik, weet je wel. Heel erg dat je je eigen soort van RPG-manieren gaat maken om confrontaties te tackelen. Ik heb het idee dat dat hier alleen maar meer gaat gebeuren, omdat je ook verschillende karakters kunt hebben, natuurlijk verschillende crewmembers die we net in het begin even zagen. Kun je dus allerlei verschillende tactieken mee toepassen. En hier was ik persoonlijk heel trots op, met een glue bom. Die volgens mij wel nieuw is trouwens. Dat zat volgens mij ook niet in de basisgame, een glue bom. Maar goed, ik heb hem hier succesvol kunnen gebruiken, dus ik was meteen blij. Ik denk, waarom was dit een succes dan? Je deed de ingang deed je gluwen. Nee. Ik gluwde de guy vast. Waardoor ik hem, ook al wist hij dat er iets los was, kon ik hem alsnog in de rug pakken met een volle, goede, harde klap. En nu zet ik dus ook een glue kanon klaar. Dat ik denk van, oh, wacht nou, als ik nou die Typhon Lure nou gebruik om hem zeg maar te lokken, dan komt hij in het zicht hier van die glue gun en dan kan ik hem gaan pakken. Wat dus, vet. Dus, wat hij, dus ik lok hem naar deze kant op en dan kan ik hem volledig te grazen nemen. En dit is maar een heel klein 1-2'tje, maar ik neem aan dat het net als met het originele spel, dat straks in Moon Crash veel meer gaat gebeuren. Van, oh, ik vind nu deze wapens, die kan ik zo en zo gebruiken in die confrontaties. En nogmaals, dat moet je ook doen in zo'n spel. Je zou natuurlijk het als een shooter kunnen spelen, maar dat maak je het wel echt Nee. Het is ook te moeilijk voor een shooter. Ja, okay. Je gaat te snel dood en je moet wel een beetje tactisch omgaan met bepaalde situaties. Anders is het heel snel gedaan met je. Ja, sowieso zijn kogels natuurlijk... Het maakt leuker als je veel afwisselt. Ja, precies. En veel experimenteert ook vooral. Maar dat vond ik ook sterk aan het eerste Prey. Dat heb ik ook tig keer in de review, in de video review ook gezegd van, in die zin is het heel erg Bioshock. Dat je heel erg je eigen manieren en je eigen oplossingen kan gaan verzinnen voor bepaalde confrontaties die je tegen het lijf gaat. Ik mis Bioshock. Nee, goed, dat ook wederom in de review van Prey. Ik zeg, als je Bioshock mist, dit voedt wel een beetje van, zeg maar, die, we willen meer Bioshock ergens in je achterhoofd, zeg maar. Ja, je weet waarom ik de game niet heb gespeeld. Misschien een beetje salty, maar ik vond de framerate gewoon te laag. Ja, ik speel hem ook op PC, vind ik een heel stuk fijner dan de Xbox One. Mijn Xbox One is ook heel traag geworden. Wat er gewoon voor zorgt dat je gewoon niet lekker die game in en uit kan duiken. En dat wil je juist met Moon Crash, wil je er juist wel sneller in zitten. Op PC is het al een heel stuk beter. Ja, nou goed. Misschien moet ik het op PC nog een keer pogen. Ja, sowieso. Volgens mij is de game wel een heel stuk beter gaan lopen. Ook op de consoles, na verschillende updates. Op PC liep hij in ieder geval nou erg fraai voor het feit dat Moon Crash nu wat een weekje uit is of zo. Oh, en ik ben ook weer zo blij dat dit er weer in zit.
Ik vond het crafting principe van Prey heel erg fraai. Dat komt natuurlijk gewoon als een simpel 1-2'tje komt dat nu ook gewoon weer terug in Moon Crash. Dus het is basically, je kunt alles wat je hebt, kun je soort van omzetten in ruwe materialen met een soort van supermachine. En dan heb je ergens anders heb je een crafting bench waarin je al die materialen weer om kan zetten in een 3D-print van hetgeen wat je wil. Pakte jij nou gewoon een medkit zonder er eerst op te schieten? Ja, dat viel mij ook op. Ik had right? zoiets van, oh, dat viel mee. Volwassen, dacht jij. Ja. Personal growth. Je mooi ontweken. Deze guy neem ik goed te grazen. Ik moet alleen wel heel erg wennen aan de moon physics, omdat je af en toe wil je springen. Maar dan vergeet je natuurlijk dat je 12 seconden in de lucht hangt. Ja. En ik dacht, hé, wat is dit voor toffe nieuwe machine? Oh, daar kun je mee praten. Wacht, ik zal even met hem praten. Wat doet dit apparaat precies? Dat. Je bent dood. Het apparaat heeft me opgezogen en ik ben gestorven. Instantly. A harvester sucked you up. Ach, dat is hoe ik dus dood ging. Ook mooi dat hij je laat zien hoe je bent gestorven. En dus verschillende statistieken geeft van je hebt zoveel gekilled, je hebt zoveel challenges gehaald. En je hebt geleerd voor de volgende keer dat je dat niet meer moet doen. Precies, ik weet nu dat die fucking harvesters, dat je niet aan de vorige... Dat is letterlijk een soort van grasmaaier op de maan. Ja. En hier zegt de game ook van, hey, je bent de eerste keer gestorven, maar dat is juist het punt ervan. En dat is pre-Moon Crash. Leuk man, ik vind het echt, het ziet er heel tof uit. Binnenkort de geschreven review van pre-Moon Crash. En vertel ons vooral wat je ervan vond en of je nog iets wil weten. Daar zijn we immers voor. En tot snel bij een nieuwe video van Gamersnet.nl. Waar ik hopelijk langer overleef. Tot wel prima. Oké. Okay. Ja, dat was maar een kwartiertje.